Hallo beste vrienden, af en toe nemen wij een partnervideo op waar we hele fantastische tips en tricks hebben van onze fantastische partners die heel veel expertise hebben op heel veel domeinen. Vandaag is dat financiële expertise, fiscale expertise, structurele, hoe ga je je business gaan structureren. En we doen dat vandaag met onze fantastische partner Moore. En Wim Seynaeve van Moore zal hier vandaag aanwezig zijn om een aantal tips en tricks te geven. Hallo, ik ben Wim Seynaeve van Moore. We zijn een allround financieel dienstverlenend bedrijf. Mijn tak van sport is CFO as a Service. En samen met mijn diensten brengen wij met Moore een heel pak expertise binnen de organisatie. Zo zijn wij al jarenlang trouwe partner van Start It @KBC en Start It X. Maar helpen wij ook en vooral de community van startups en scale-ups daarbuiten om te professionaliseren en te helpen groeien. De eerste tip is, als je schaalt, voordat je schaalt, zorg ervoor dat je basics goed zitten. Dus dat je bedrijf goed gestructureerd is. Financiële structuur, administratieve structuur, dat je processen goed zitten, dat je fiscaliteit goed zit, want als je een fout hebt en je schaalt die mee, dan wordt die fout alleen maar groter. Juist, wat Lode net zei is een hele belangrijke tip. Vergelijkend met een huis bouwen. Je gaat ook niet eerst nadenken over de afwerking, maar je gaat eerst nadenken over de fundamenten. En dat is waar wij heel veel expertise en kennis op tafel kunnen leggen. We hebben het zelf meegemaakt en we willen ook dat de structuur van het bedrijf dat we aan het bouwen zijn, dat dat goed in elkaar zit. Tip nummer 2. CFO as a Service. Iedereen heeft op zijn reis een metgezel nodig en dat is nu net wat wij kunnen betekenen. Als starter ben je te klein als organisatie om een CFO fulltime in je team te hebben. Ja? Dus als je wil dat je financiële structuur goed zit, zeker voordat je schaalt, en als je administratie, je processen, en als je financiële en fiscale processen, als dat goed up-to-date moet zijn, dan is het misschien niet slecht om een CFO as a Service in te huren. Ja? Moore kan dat voorzien, ze doen dat voor ons bijvoorbeeld bij Start It X, hebben wij Wim Seynaeve zelf als een CFO ingeschakeld, waarbij hij een aantal dagen per week af te spreken die rol op zich neemt. Tip 3. Cash is king. Heel veel startups focussen op fundraising, dat is niet slecht, maar je gaat gemakkelijker fundraisen als je effectief een revenue kunt tonen en als er daar een groei in zit. Dus als er cash op de rekening komt, uiteindelijk zijn we hier allemaal om geld te verdienen, right? En om een sustainable business uit te bouwen. Dus als die cash op de rekening komt, gaan investeerders veel meer geneigd zijn om daar ook extra cash aan toe te voegen om dat alleen maar te laten groeien. Veel CEO's en bedrijven denken al te vaak dat finance ophoudt bij boekhouding. De boekhouding moet in orde zijn, dat klopt, maar dat is de startbasis net. Van daaruit moet je beginnen forecasten. Zoals Lode ook zei, cash is king. Kijken naar je klanten, kijken welke cash je kan bijhouden en hoe snel je kan groeien daarmee. Dat is een fundamentele vereiste voor elke start-up en scale-up die zich serieus neemt en dat is iets waar wij vaak heel veel assistentie moeten en kunnen bieden. Hey, bedankt dat jullie zijn blijven kijken tot het einde. Lode en ik hopen dat jullie er echt iets aan gehad hebben. Voor meer informatie contacteer jullie community manager bij Start It @KBC. Ga naar de Start It @KBC blog of kom rechtstreeks naar Moore. Wij staan voor jullie klaar.